We gaan in de laatste twee lezingen het meer richting het beheer hebben in deze stikstofsessie. En de eerste spreker is ecoloog bos- en biodiversiteit bij Natuurmonumenten. Is een kenner van zowel de wilde als de wat meer exotische planten zoals daar op het poster staan. En ook nog met affiniteit voor mossen, heb ik gehoord. Autoriteit. Hij heeft vanuit het overlevingsplan Bos en Natuur ook een heel goed beeld van maatregelen die kunnen helpen bij natuurbeheer en natuurherstel. En zal daar dus vandaag ook wat over vertellen, met name in tijden van deze grotere milieuaantastingen waar we mogelijk wel in kunnen zitten. Dames en heren, Henk Siebel. Dankjewel. Om maar meteen even een spoiler alert, wat ik hier ga vertellen is eigenlijk een hele simpele versie van het natuurbeheer onder deze milieuomstandigheden. Omdat het ongelooflijk ingewikkeld geworden is en ik dat nooit in een half uur met jullie door kan nemen. Maar hoe dat in elkaar zit, daar zal ik jullie in meenemen. Even schuif aan jongens. Oké, dan gaan we van start. Want die milieuveranderingen, die zijn er vele. Stikstof staat vandaag centraal. Vandaar dat dat ook de hoofdmoot zal zijn. Maar we moeten niet vergeten dat het natuurlijk ook verdroging speelt. En je hebt natuurlijk ook nog bestrijdingsmiddelen en allerlei andere dingen. Maar ik zal me even concentreren op stikstof en verdroging. En waarom verdroging ook? Omdat verdroging eigenlijk het nieuwe stikstofdossier is. Daar gaan jullie de komende jaren ook rechtszaken over zien. Dus dat speelt minstens zoveel als de stikstof. En dan begin ik met de directe toxische effecten van stikstof. Ik ga dan naar vermesting in de verzuring, de voedingsonbalans, de verdroging en multiple stress als alles samenkomt en klimaatverandering en dat soort dingen. En ik probeer niet alles uit te leggen van wat er allemaal fout is, want dat hebben jullie voor een groot deel gehoord. En voor een deel krijgen jullie dat ook nog te horen bij de volgende spreker. Maar ik ga er vooral hebben van, wat kan je eigenlijk als natuurbeheerder? En dan begin ik even bij die directe toxische effecten. Nou, de vorige spreker heeft er eigenlijk al iets over gezegd. Noemde dat niet directe toxische effecten. Noemde dat vooral de ammoniak op de schors. Maar we weten eigenlijk al in de vorige eeuw met begassingsexperimenten met ammoniak dat sommige soorten daar niet tegen kunnen. En dat zijn met name soorten die direct van de stof uit de lucht leven. En dat zijn met name mossen en korstmossen. En dat betekent dat je baardmossen, die in die begassingsexperimenten ontzettend gevoelig bleken voor ammoniak, dat die verdwenen zijn en hebben het gele gevaar, noem ik het altijd maar, op de bomen hebben ervoor terug. Iedereen kan dat in zijn eigen omgeving zien. Maar dat is niet alleen die korstmossen waar dat eerder verhaal over ging, dat geldt ook voor een aantal mossoorten. Hier een andere mossoort waar ook in Nederland in de vorige eeuw begassingsexperimenten mee zijn gedaan. Het gekroest gaffeltandmos, die bleek ook behoorlijk gevoelig voor ammoniak. En rara, wat zie je? Je ziet ook de afname eigenlijk aan het eind van de vorige eeuw toen de ammoniakdepositie groot werd. En dit is nog een vrij rooskleurig beeld van de laatste groeiplaatsen. Maar als je deze soort vindt, nou, dat is echt nog een grote bijzonderheid. Dus er zijn behoorlijk grote effecten die eigenlijk al in de vorige eeuw bekend waren, gaande. Waarom is dat nooit hot geworden? Dat was allemaal in een tijd dat ook zwaveldioxide speelde en waar allerlei dingen tegen werden gedaan, hè? Met name in de industrie. Dus dat was eigenlijk nooit een hot item. Ja, en het zijn maar een paar van die kleine plantjes. Dus dat is eigenlijk nooit de aanleiding geweest van, goh, daar moet meteen wat tegen gebeuren. Maar het was wel eigenlijk het eerste grootste effect. Ja, wat kan je dan als natuurbeheerder? Hier kunnen we helemaal niks tegen doen. Daar kunnen we heel makkelijk over zijn. Maar, daar hebben we het net ook al over gehad. Er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld van de zwaveldioxide, waar ook gevoelige soorten voor waren. Als dat afneemt, dat die soorten ook weer terug kunnen komen. Dus dat is nog positief in dit geval. Maar het is wel iets wat je als natuurbeheerder met ledenogen moet aanzien. Dan het volgende effect, het vermestingseffect. Dat kwam eigenlijk vrij snel daarna op
De vergrassing van de heide kennen we natuurlijk allemaal. Maar dat zijn ook allemaal, die schrale ecosystemen zijn ook allemaal ecosystemen waar die stikstof eigenlijk heel goed in dat systeem wordt gehouden. En dat betekent eigenlijk dat als die stikstof daar in terecht komt, dat het daar ophoopt. Dus dat je een cumulatief effect hebt. En sinds de vorige eeuw zijn we alweer een paar decennia verder. En een paar decennia van veel te hoge stikstofdepositie. Met andere woorden, heel veel van die systemen die zijn verzadigd. En gaan we nu de goede kant op? Nou, hier even een paar metingen uit de natuurgebieden in Drenthe. En wat je ziet, die amoco-concentraties zijn helemaal niet naar beneden gegaan. De enige daling is eigenlijk in de vorige eeuw geweest. Toen de mest niet meer 20 meter de lucht in werd gespoten achter de mestkarren, maar geïnjecteerd werd. En daarna is er eigenlijk nauwelijks meer wat gebeurd. Met andere woorden, dat cumulatieve effect, dat is gewoon jaar na jaar doorgegaan. En je ziet zelfs ook in Drenthe, als je goed naar die lijnen kijkt, dat het niet is afgenomen, maar het is eigenlijk nog eens een keer vergroot geworden. En dus ook niet verwonderlijk, het beeld wat jullie net zagen, dat die kosmos op de Veluwe uiteindelijk ook aan het verdwijnen zijn, omdat dat maar gewoon doorgaat. Nou, als je dan naar die effecten kijkt, die effecten die zijn natuurlijk dat bepaalde soorten heel hard groeien en juist de soorten van de schrale milieus het slecht doen. Maar dat begint eigenlijk al heel vroeg in het stadium. Hier bijvoorbeeld de stuifzandheide, waar je eigenlijk al algesnot krijgt. Van die gladde algen waar je over uit kan glijden. Je kan ook tegenwoordig niet meer op een dode boom staan in de herfst, want je miet het meteen om. Nou, dat was vroeger allemaal niet. En het betekent ook. En dat betekent eigenlijk dat al in dat hele vroege stadium allerlei andere soorten, allerlei mossen en zo, eigenlijk niet meer in het plaatje voorkomen, eigenlijk al overwoekerd worden. Je ziet hier eigenlijk ook al allemaal jonge boompjes, berkjes en zo opslaan. Dus ook de successie gaat in alle kanten veel sneller. Vergrassing was natuurlijk het beeld. Je denkt rechts is vergrast, links is niet vergrast. Maar dit is eigenlijk rechts is 3 jaar na plaggen wat je links 1 jaar na plaggen ziet. Dus je ziet eigenlijk ook dat het heel snel weer terug komt. Kom ik straks even op terug. Nou ja, en die verbossing. Is natuurlijk ook veel sneller. Onder andere berkjes in Hoogveen, maar ook in de heide. En dat betekent dus als je het beheer bezig bent, dat je eigenlijk veel meer moet doen om die heide in stand te houden. Wat hebben we gedaan? Ja, er zit heel veel stikstof in die strooisellaag. Nou, eerste idee was natuurlijk, die moet je gewoon allemaal weghalen en dan weer opnieuw beginnen. Je ziet ook, dat is natuurlijk ontzettend draconisch, want je bent eigenlijk gewoon het systeem om zeep aan het helpen en je bent gewoon op nul aan het beginnen. En je stikstof ben je kwijt dan. Dat is dan, dus het milieueffect heb je, maar voordat je dan weer alles hersteld hebt, bodemfauna weer terug moet komen, ja, dat duurt natuurlijk ontzettend lang. En toen de tijd is dat eigenlijk ingezet van oké, jongens, stikstofdepositie, het gaat de goede kant op. We doen dit eenmalig en daarna moet het zich weer herstellen. Nou ja, inmiddels weten we dat dat niet eenmalig was, omdat die stikstofdepositie gewoon aanhoudt. En er zijn allerlei andere negatieve effecten die er ook natuurlijk plaatsvinden. En vandaar dat plaggen eigenlijk geen oplossing is, heel kleinschalig. Maar niet de oplossing om dat vermestingsprobleem helemaal weg te halen. Nou, aan de maaikant, dat is dat natuurlijk eigenlijk ook. Hè? Je hebt zoveel productie op je graslanden. Als je nou vaker maait, dan voer je dat af. Dus in wezen zou je ook zo van je stikstof af kunnen. Maar ook daar voel je natuurlijk wel weer aan dat als je heel vaak gaat maaien, ja, dat dat niet goed is voor allerlei soorten, insecten met name. En uiteindelijk, als je nooit meer bloeiende plantjes hebt, dan kunnen ze ook geen zaad meer zetten. Dus ook daar zitten grenzen aan. Dus aan de ene kant zie je dat je in het beheer, ja, je moet wat doen om de leefomstandigheden, dus het leefgebied van soorten, wat milieuomstandigheden betreft, op orde te krijgen. Maar je ziet dat je dat gewoon niet intensief kan doen, omdat je anders de individuen ter plekke, zal ik maar zeggen, veel te veel schaadt. En dat betekent eigenlijk
dat heel veel van die maatregelen die in het verleden toch wat grootschaliger zijn ingezet, eigenlijk op dit moment alleen nog maar kleinschalig gefaseerd en dat soort dingen gezet. En een van de lastige dingen was, na het vermestingsprobleem kwam eigenlijk ook het verzuringsprobleem terug. We dachten dat is het verzuringsprobleem zit aan de zwaveldioxide vast. Maar als de stikstofverbindingen in de bodem terechtkomen en daar omgezet worden, dan is er ook nog een keer een doorverzuring, zoals dat heet. En dat betekent dat verzuringsranges waarvan we dachten in de periode van de zwaveldioxide dat we nooit in het bos zouden tegen gaan komen, dat we daar inmiddels nu wel op zitten, omdat ook dat een cumulatief effect is. Elke keer als er weer stikstof nieuw komt, is er weer wat extra verzuring. En je zit nu soms in basisranges waarvan we nu denken van nou, erger dan dit kan het haast niet. Maar ook dat moeten we nog gaan zien. Nou, die verzuring betekent natuurlijk toename van H+, de pH natuurlijk anders. Ook de afname van basische kationen, calcium, magnesium, kalium. We dachten vroeger dat het vooral calcium was waar we ons op moeten richten, maar er zijn natuurlijk heel veel mineralen en zo die heel anders in dat systeem gaan zitten, in hele andere concentraties. Nou, daar zal Joost misschien straks nog eventjes iets over zeggen, hoe dat doorwerkt als je daar wat tegen wil gaan doen. Maar er is ook een afname eigenlijk van verweerbare mineralen. Die zandgronden van ons, ja, die blinken niet uit in heel veel verweerbare mineralen. En dat is ook, op sommige plekken is dat eigenlijk ook zo'n beetje weg. Je hebt alleen nog maar datgene over wat nauwelijks meer verweerbaar is. En we hebben wel eens een keertje tijdens een sessie van het deskundige team waar ik voorzitter van ben, van de droogzand, dat is de achterkant van die sigarendoosje. Als je dat nou uitrekent, hoeveel zou er nou verweerd zijn? En hoeveel centimeters van de bodem zou dat nou zijn? Denk even aan die zure regen en die mooie beelden op de kerktoren die allemaal verweerd waren. Ja, zoiets gebeurt er in wezen ook in de bodem. En ja, dan kom je toch op gauw een centimeter of twee centimeter, wat dat zou kunnen zijn. Daar schrik je wel eventjes van. Nou, vrijkomen van toxische metalen die dan juist extra in opzommen, waar sommige soorten dan gevoelig voor zijn, dat hebben jullie eerder op de dag gehoord. Maar ook remming van nitrificatie en decompositie, dus dikkere strooisellagen. Heel veel van de bosplanten, die hebben eigenlijk juist een beetje dynamiek en een dunnere strooisellaag nodig. We hebben vanochtend de witte Rapunzel gehad. Die kan niet tegen dikke strooisellagen, die moet echt een beetje verstoring hebben. Dus dat grijpt allemaal flink in die verzuring. Nou, hier dan even een voorbeeld van een soort die daar ook echt van te lijden heeft. Valkruid vroeger heel talrijk op allerlei heides. En eigenlijk nu alleen nog maar waar er veel meer leem in de bodem zit. En waar het recent ook een beetje verstoord is. Vaak op vliegbanen, hè, waar dus wat toegevoegd is. En eigenlijk ook de overlevingsmaatregelen nu zijn vooral ook weer een beetje belemen en dat soort zaken om ze nog een populatie hier en daar overeind te houden. Nou, verzuring bestrijden. Nou ja, dan eigenlijk is de remedie van nou, dan moeten we weer van alles gaan toevoegen. Eerst dachten we calcium, maar ja, of alleen bekalken, alleen de pH. Maar ja, ondertussen weten we ook wel van ja, maar in welke minerale toestand kom je dan? Het is een soort black box waar je heel veel verschillende variabelen hebt, waar je iets toevoegt waar je denkt van ja, maar dat helpt. Maar als je er misschien een ander element niet toevoegt, dan kan dat weer het probleem zijn. Kijk, stikstof is er voldoende en dat haal je hiermee niet weg. Maar al die andere schaarse elementen, ja, dat is eigenlijk een beetje het probleem. Dan kan je zeggen van nou, dan voeg je alles toe. Nou, dan is er niks meer beperkend en dan ben je eigenlijk aan het bemesten. En dan krijg je iets anders dan een heide die je eigenlijk had. Hè? Dus daar zie je eigenlijk ook al de beperkingen die je daarin hebt. Steelmeel zal ik niet verder op ingaan, want dat komt straks wel. Maar ja, als je niets doet, dan zit je ook verkeerd. Dus je probeert toch wat, maar ook hier weer geleidelijk, kleinschalig.
Je kan ook bedenken van nou, als ik een kleine plek wat voedselrijkers maak in de vorm van een akkertje, waar allerlei vlinders wel voldoende voeding en zo kunnen halen, en dat in combinatie met een heide, dat je dat dan goed doet, maar de heide zelf die je dan even ongemoeid laat. Het blijft dus eigenlijk schipperen. En de grote onbekende is, ja, welke nieuwe onbalansen introduceren we? Nou, even voor de heide. Ja, de heide is natuurlijk oorspronkelijk en gelimiteerd. Die heidefauna is ingesteld op stikstoftekort. Ja, ze eten tot ze voldoende stikstof hebben, maar ja, dan hebben ze eigenlijk van alle elementen niks voldoende binnen. Dan krijg je verminderde vitaliteit. En dan, ja, dat zie je dan terug in alle bovengrondse fauna en de biodiversiteit die dan sterk afnemen. Nou, dat in een landschap proberen op te lossen door wat rijkere elementen waar soorten wel kunnen overleven toe te voegen. Dat zijn eigenlijk allemaal weer overlevingsmaatregelen. Dat merk je ook, ik praat eigenlijk meer over overlevingsmaatregelen dan herstel. Want met herstel ben je eigenlijk niet meer bezig. Nou, wat kan de natuurbeheerder bijvoeren? Ook zo'n schelpgruis strooien, hè, voor die vogels die in eerdere presentatie ook, hè, met die gebroken pootjes in de nesten liggen. Sommige vogels eten inderdaad bewust, gaan op zoek naar schelpgruis. Ja, dat kan je natuurlijk doen. Het is ook weer een overlevingsmaatregel die eigenlijk alleen maar voor een deel helpt. Maar op die manier breng je wel weer wat in. Nou, kalk- en steenmeel. Allemaal nogal heel experimenteel. En wat ik net zei, gevarieerdere landschappen voor mobiele soorten. Hè? Dus dat je verschillende voedingstoestanden en verschillende minerale toestanden naast elkaar hebt. Waardoor mobiele soorten wel in dat landschap kunnen overleven. Maar waarbij je dus niet de hele schrale milieus om zeep helpt. Een andere component, de verdroging. Verdroging is ook al heel lang gaande. Er zijn ook alweer heel veel plannen geweest, antiverdroging en zo. En het heeft tot nu toe nog niet echt gewerkt. En de laatste jaren zien we natuurlijk klimaatverandering. Maar klimaatverandering is vooral de aanleiding tot verdere verdroging. Want inmiddels hebben we een capaciteit voor grondwateronttrekking op de zandgronden de laatste jaren ontwikkeld. Dat als het ook maar even droog is en alle pompen gaan aan, dat heel Brabant drooggelegd kan worden. Dus we zien eigenlijk vooral het effect van verdroging en niet het effect van klimaatverandering. Klimaatverandering vergroot eigenlijk vooral die andere effecten uit. Nou, ook daar is de aanpak eigenlijk aan de ene kant water vasthouden. Nou, dat is heel veel gebeurd. En wat je dan ziet, met name bij natuurontwikkeling, is inderdaad vooral interessante herstellen voor winterpoelen, tijdelijke wateren die licht gebufferd zijn. Denk aan de Anagallis tenella bijvoorbeeld, of aan de ondergedoken moerasscherm. Allemaal van die zeldzame planten die onder dat soort omstandigheden het prima doen. Maar soorten die meer permanente toevoer van water nodig hebben, dus waar de grondwater echt moet herstellen, de kwelafhankelijke natuur, ja, daar gaat het natuurlijk eigenlijk slecht mee. Vandaag twee verhalen gehoord van soorten die daarvoor kwamen. De smal en het breed wollengras bijvoorbeeld. Ja, dat is troef. Met andere woorden, je ziet ook daar weer dat je maar deels iets kan. En als je water vasthoudt, is het vaak regenwater. En is dus niet de basisaanvoer. Dan de multiple stress effecten. Zal maar zeggen, na alle effecten zijn dat de effecten die we de laatste jaren eigenlijk het meest zien. De bossen die plotseling massaal afsterven bijvoorbeeld. Wat zijn die multiple stress effecten? Eigenlijk zijn dat, ja, gewone soorten. Eik, fijnspar. Die eigenlijk door een overmaat van stikstof eigenlijk ook een soort verzwakking hebben. Want door overmaat van stikstof hebben ze minder wortelgroei. Want die wortels denken van, nou, voldoende stikstof, ik hoef niet verder te groeien. Die voedingsstoffen zijn ook uitgespoeld, zit vaak in het organische, bovenin zit nog wat, dus ze blijven daar ook vaak in zitten. En dat betekent een grote gevoeligheid bij droogte.
Want je hebt minder wortels, dus als het even droog is, dan krijg je een klap. En als je dan nog niet voldoende verzwakt bent, kan er dan een plaag optreden. Hè? Bijvoorbeeld de letterzetter in de fijnspar. En dat gaat dan ook van dik hout, zaag met planken in ene, alles naar beneden. Dus er is dan gewoon ook eerder sterfte. Nou, dat zie je dan inderdaad op grote schaal. We kennen natuurlijk de eikensterfte. Eiken gaan natuurlijk ook van nature wel eens dood door zelfdunning in bossen. Maar dit is op dit moment al in een mate dat het inderdaad ook onnatuurlijk is. En dat is op zich wel droevig natuurlijk, omdat bomen gaan meestal dood als ze heel jong zijn. Maar de veranderingen in het milieu, die zijn nu zo snel dat het binnen één generatie van zo'n boom eigenlijk optreedt. Dus die boom staat, als hij 50 jaar is, staat onder hele andere omstandigheden dan dat hij opgegroeid is. Zuurgraad, de hele voedingsgraad is totaal anders. En dat maakt natuurlijk ook dat hij, ja, dat is er gewoon niet aan aangepast. Überhaupt het ecosysteem kan zich daar nauwelijks aan aanpassen. Al helemaal niet genetisch, hè, want daar heb je meerdere cycli voor nodig. Dus dat maakt ook dat je juist die sterfte van bomen nu heel opvallend ziet, waar dat eigenlijk in het verleden niet zo het geval is geweest. Nou, hetzelfde bij struikheide. Ook daar is onderzocht van struikheide met ammoniak behandeld, minder wortelgroei, potplanten met een droogtestress. En dan zijn inderdaad de planten die met ammoniakbehandeling die dan gevoeliger zijn voor de droogte. Nou, en dat zie je natuurlijk eigenlijk ook weer terug met de klimaatverandering, dat grote plekken met struikheidesterfte op onze heide terugzien. Is dat een ramp? Nou, op zich nog niet, want dat kan zich wel weer herstellen. Maar het is natuurlijk wel een dramatisch teken dat dat inmiddels al zo ver gekomen is. Dat je dat gewoon ziet. En ook daar kunnen we dus als beheerders niet zo gek veel tegen doen. En eigenlijk de situatie voor de schrale ecosystemen op dit moment is aan alle kanten, ja, dat ze eigenlijk op omvallen staan. Dat je eigenlijk continu allerlei effecten ziet waar je als beheerder geen handboek meer voor hebt. Hè? Vroeger had je een handboek natuurbeheer en dan wist je ongeveer wat je moest doen. Tegenwoordig moet je continu op dit soort effecten inspelen en kan je het eigenlijk ook niet goed doen. Want als je het milieu te veel wil herstellen, dan raak je de individuele soorten bijvoorbeeld weer. En daarom zeg ik ook altijd maar natuurbeheer is op dit moment beyond rocket science, om het zo maar even te zeggen. Rocket science is peulenschil. Nou, als je dat allemaal even samenvat en je kijkt van, ja, wat moet er dan gebeuren? De overheid heeft natuurlijk elke keer gezegd van, ja, die herstel, de beheerders moeten de natuur herstellen. Maar als je dan al die maatregelen even in een heel simpel schema zet, hè, bijvoorbeeld het afvoeren van het materiaal, denk aan plaggen of maaien, het toevoegen van bazen, het water vasthouden. Dat zijn eigenlijk allemaal overlevingsmaatregelen. Als je dan kijkt, ja, dat toxische effect beïnvloed je het niet. Het bemestingseffect, ja, alleen bij het afvoeren. Maar met het afvoeren vergroot je het verzuringseffect weer. Want je voert ook meteen alle bazen af. En als je de bazen wil toevoegen, ja, dan ben je eigenlijk de hele voedingstoestand weer aan het opkrikken. Dus dan vergroot je eigenlijk ook weer het vermestingseffect. Nou, en zo zie je met het verdrogingseffect, als je water vasthoudt, ja, op zich kan je de verdroging er tegen gaan, maar het verzuringseffect vergroot je, want je houdt vooral regen in water vast en dat is niet goed voor de bazen, min om de soorten. Met andere woorden, je ziet hier eigenlijk altijd het schema van, ja, je kan al die milieuproblemen tezamen, kan je eigenlijk niet oppakken. Maar er zijn wel andere dingen. Het systeemherstel, dat noemen we vooral eigenlijk de grondwatertoevoer weer herstellen. Dat zijn de maatregelen die verder gaan dan alleen het natuurgebied. Ja, daar zie je wel heel veel plusjes. En de stikstofbronaanpak, daar zie je ook heel veel plusjes. Kortom, als je echt wat wil doen, ja, dan moet je nu eindelijk dit aanpakken. Nou, dat is al jaren gezegd, maar nu wordt het afgedwongen door de juridische rechtspraak. En dat betekent dat het nu ook echt ervan moet gaan komen. Nou, er zijn grote programma's, er is geld zat. Er is eigenlijk nu vooral bestuurlijke daadkracht nodig om dit ook echt te gaan doen. Nou, voor de stikstofbronaanpak is dat juridisch al. Voor de grondwatertoevoer zal dat ook juridisch gaan worden, denk ik, met verschillende rechtszaken om het af te gaan dwingen. Dus wat is nodig? Systeemherstel, een drastische daling van de stikstofdepositie.
Nou, daar horen jullie alles van terug in de media. Maar ook dat hydrologisch herstel, dat zal er nu ook echt van moeten gaan komen. Dus dat zal zeker ook in de provincies een hot item gaan worden. Want het gaat natuurlijk ook pijn doen voor de omgeving van die natuurgebieden. Nou, overlevingsmaatregelen intensiveren kunnen we niet meer. Ze blijven wel nodig, hè? Want als we niks doen, dan verdwijnt er gewoon wat. En het lichtpuntje is wel, had ik het net met Han nog even over, dat naarmate die stikstofdepositie daalt, ja, dat je dan wel die overlevingsmaatregelen dan wel effectiever kunnen zijn. Dus dat is dan het lichtpuntje vanuit het beheer.